Het Joodse volk is bevrijd uit Egypte, maar al snel begint het gemopper. Eigenlijk is dit verhaal een spiegel die ons wordt voorgehouden. Wat men ook voor je doet, zelfs je vrijheid mogelijk maken, het is nooit genoeg, zo lijkt het. Is een leuk kinderverhaal van Rupsje Nooit Genoeg, die ook altijd blijft eten. Nooit is het eens een keer genoeg. Maar eigenlijk is dat verhaal ook precies goed te verstaan voor ons volwassenen. Het is in eenvoudige woorden en duidelijk gecommuniceerd dat er grenzen zijn aan eten en drinken en ook aan het hebben van wensen. Het geldt vandaag ook als we kijken naar de Olympische Spelen. De afgelopen weken is dat begonnen. En aanvankelijk waren we nog een beetje enthousiast. Maar al snel sloeg het om, want naar de mening van velen, en misschien was het alleen maar de pers, dat kan wezen, maar dat staat dan toch in het nieuws en niet onze eigen mening. Er werd verkondigd dat het toch wel wat mager was. Het aantal medailles viel tegen. Nederland viel tegen, want ze presteerden niet genoeg. Dat gemopper kan u haast niet zijn ontgaan. Natuurlijk is het goed om te proberen medailles te behalen. Een wedstrijd als deze, de Olympische Spelen, verschillende sporten. Maar waar is het eigenlijk ook alweer ooit om begonnen, die Olympische Spelen? Ging het ten diepste niet om het meedoen voor iedereen? Ook in het dagelijks leven, ons dagelijks leven, zijn we er niet vies van om te mopperen. We kijken en klagen als een ander het beter heeft. Meer geld, betere vakantie, andere bijzonderheden. Mensen die andere bijzondere mensen mogen ontmoeten, iets wat we graag zouden willen, maar wat op ons niet lukt. En we lijken er maar geen genoeg van te krijgen, vaak alweer via de pers, dat het is zoals het is. We worden zo een ontevreden volk. Tijdens de uittocht van Egypte ging het er precies zo aan toe. Ze waren nog maar een paar maanden onderweg, of het gejammer en geklaag begon alweer. Waren we nog maar in Egypte? Lees tussen haakjes als slaven. Ja, Amahula. Wie wil er graag slaaf zijn? Maar het enige waaraan gedacht werd, dat waren de vleespotten. Ze hadden ander, misschien voor hun gevoel, beter te eten, omdat ze daaraan waren gewend. Vrijheid woog haast niet op tegen het eten wat ze kregen. En zo'n 1400 jaar later, in de tijd van Jezus, is het geklaag idem dito. Mensen klagen over van alles. Ja, wat doet u eigenlijk? Wat voor tekenen kunnen we van u verwachten? Jezus heeft net, voor degenen die vorige week ook in de kerk zaten, 5000 man te eten gegeven. Van 5 broden en 2 vissen. En dat zijn ze nu alweer vergeten. Onze honger stillen als mens valt vaak in een categorie moeilijk. We hebben altijd weer opnieuw andere, diepere verlangens. Vandaag in het evangelie dus ook. Met één verschil. Dat de mensen weliswaar mopperen, maar ook een vraag stellen. Wat ze moeten doen voor God. En Jezus' antwoord op die vraag is simpel. Geloof in hem die hij gezonden heeft. Dat betekent dat we zijn boodschap serieus nemen. En dat komt er
op neer geloven in God en goed zijn voor je naaste, ofwel delen van wat je hebt met elkaar. Niet gaan voor goud, zilver of brons, maar gewoon bovenal dienstbaar zijn. Je richten op hoe je een ander gelukkig kunt maken. En als je dat doet, dat leer je al bij de scouting als je op de welpen zit. Als je een ander gelukkig maakt, word je zelf ook een stuk gelukkiger. Dat is een opdracht. En die kunnen we voor ons, en we kunnen voor onszelf zien hoe we daar invulling aan geven. Kunnen dat afleiden aan kinderverhaaltjes, zoals die van de rups. En we weten allemaal, een rups, ja, het is niet zo'n heel aantrekkelijk diertje. En het eet zich inderdaad vol, maar daarna trekt het zich een poosje terug in een kokon om zich om te vormen tot een van de mooiere wezentjes. Een vlinder. We kennen ze in allerlei kleuren. Zo mag het misschien ook bij ons gaan. Dat we onszelf aan de binnenkant willen veranderen. Maar dat vraagt erom dat we daar aandacht aan geven. Daaraan mogen ook de Olympische Spelen bijdragen. En misschien is het een beetje zoeken. Maar wie het wil zien, kan het zeker vinden. Er zijn heel mooie momenten tijdens de Olympische Spelen. Misschien raakt het ons weer minder, omdat het een beetje een ver van de bedshow lijkt. Maar denk maar even terug aan afgelopen week, toen als winnaars op het podium stonden mensen van Noord-Korea, van Zuid-Korea en van China. We weten allemaal, er zijn daar veel spanningen in die regio. Maar de sporters namen met elkaar een foto van dat bijzondere moment om vast te houden dat wat ze met elkaar hebben ervaren. Laten wij daaraan een voorbeeld nemen en zoveel andere goede voorbeelden die er zijn. Niet de grote meeslepende voorbeelden, maar misschien juist die kleine voorbeelden die ons kunnen optillen en die ons zeggen dat we ook hier in onze parochiefederatie met elkaar onderweg mogen zijn. Laten we onze mooie momenten koesteren. Laten we er een soort Olympische Spelen van maken. Niet met de vraag wie gaat naar huis met de prijs. Maar wel met de instelling dat we met elkaar meeleven, dat we met elkaar meevieren. En dat we doen wat belangrijker is dan winnen. Delen met elkaar. Levert dat geen goud op voor iedereen? Amen.